Ajax en FC Twente maken beide geen fouten in de titelrace. Maar de vraag is natuurlijk, welke speelster sprong er afgelopen weekend uit? Dat vraag ik aan experts Sanne van Dongen en Lucie Akkerman. Maar het belangrijkste antwoord komt wellicht van de assistent-bondscoach Jessica Toorni. Dat en nog veel meer vandaag in een nieuwe aflevering van Pure Energie, Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Wij gaan beginnen. Ja, als je denkt van ik ga kort dekken, nou, dan heeft ze je tuk, want dan gebruikt ze je gewoon en draait ze van je weg. Ik wil vooral, want dat is echt niet zo, ik wil vooral echt heel erg dat op die laatste wedstrijd aankomt. Ja, dat zou wel heel gaaf zijn. Dat zou echt fantastisch zijn. Zo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Pure Energie, Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Na iedere speelronde zijn we er via YouTube of via je favoriete podcast-app. Deze week zijn we alweer aanbeland bij aflevering 22 van de 25 dit seizoen. En we praten hierbij over de finale van dit voetbalseizoen. Gelukkig doe ik dat niet alleen. De eerste gast die ik graag aan je wil voorstellen is voormalig rots in de branding achterin bij Heerenveen, PSV en Ajax, Lucie Akkerman. Goedemorgen, Lucie. Goedemorgen. Het is Koningsdag geweest en de laatste normale Koningsdag, zeg maar, die we hebben gehad, was jij nog speelster van Ajax. Dan doe je meestal niet zo heel erg aan feestjes, want dat kan volgens mij niet echt als je prof bent. Maar heb je nu wel feestje gevierd? Ja, ik ben nu wel even de stad ingegaan. Even bezig kijken wat er allemaal te doen was. Ja? Dus ik heb voor het eerst weer een normale Koningsdag gehad. Ja. Ja, heb je nog wat oude shirtjes op de vrijmarkt verkocht voor een prikkie? Nee, dat niet. Nee. Dat ik ben er wel even overheen gelopen. En ik heb wel een aantal shirtjes voorbij zien komen. Maar mijn eigen shirtjes heb ik niet op de rommelmarkt verkocht. Nee. Oh, ja. Lijkt me ook fijn dat je die van jezelf niet voorbij ziet komen op de rommelmarkt. Dat lijkt me ook altijd een beetje zo awkward. Maar ja. Bij jou nog nee, niet ik ben ze niet tegengekomen. Nee. Ja, zou ik ook wel trots zijn, hoor. Ja, zou je leuk vinden? Akkerman. €2 neem ik mee. Ja. Ja, fijn dat je er bent, Lucie. Naast jou iemand die we van vorig seizoen zeker nog kennen als mijn vaste co-host. En dit keer is zij de Rising Star bij ESPN. En gelukkig heb je tijd om hier af en toe nog te zitten. Sanne van Dongen. Je bent zo ontzettend druk bij ESPN. Je werkt ieder weekend. Wanneer ben je vrij? Ben je dan eigenlijk vandaag vrij? Of heb je überhaupt vrij? Ja, ik heb woensdag vrij, altijd. En af en toe is dat wisselt nog een beetje, hoor. Het is een beetje op en af. Het is heel erg veel in de zin van dat je wel veel tegelijkertijd doet. Maar het is niet zo dat ik het niet kan handelen of zo. Dus ik heb echt wel genoeg vrije tijd. Echt, maak je geen zorgen. Oh, gelukkig. Maar ik ben blij dat je er ook weer bent. Met jou kunnen we zo meteen lekker de wedstrijden bespreken die je ook gezien hebt. En de laatste gast die speelde in haar actieve carrière onder andere voor FC Twente. Je speelde 62 interlands, was trainer bij Heerenveen. En nu is ze de assistent bondscoach Jessica Toorni. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ook jij hebt het natuurlijk enorm druk, want we zitten in de voorbereidingen voor het EK. Kun jij mij een beetje meenemen in hoe zo'n week er dan uitziet? Dat is heel verschillend. We zitten op dit moment natuurlijk ook heel veel in de scouting, omdat uiteindelijk zeg maar de definitieve selectie een keer bekend gemaakt moet worden. En ja, daarin wil je natuurlijk speelsters voldoende zien. En iedereen verdient natuurlijk gewoon een eerlijke kans. Dus daarin zijn we druk in de weer om alle wedstrijden te kijken, live, dan wel terug te kijken. Maar ook heel veel contacten onderhouden met speelsters, hoe het met ze gaat. Heel belangrijk, vind ik. En natuurlijk bezig met de technische staf over speelwijze. Ja, en de wedstrijden in het buitenland? Ja, die volgen we zeker. Ik ben dan afgelopen weekend naar Wolfsburg, Barcelona geweest. Naar de Champions League live gezien. Ja, super happening natuurlijk. Het hoogste niveau. Dat is toch wel anders. Daar moet je gewoon live bij zijn. Ja. Ja. Maar dat kan dus niet altijd. Dus jullie kijken wel echt allemaal alles? Of verdeel je het? Nee, we verdelen het met onze technische staf. En we zorgen gewoon dat iedereen alle wedstrijden volledig heeft gezien. En dat bespreken we normaal gesproken op de dinsdag of woensdagochtend met elkaar. Kijken we beelden, bespreken we opvallende dingen. Maar dan horen we vaak ook van, zijn er blessures geweest? Of zijn er andere dingen die spelen? Dus dat is wel heel belangrijk. Ja. Zometeen gaan we nog uitgebreid natuurlijk praten over de Oranje Leeuwinnen. Eerst gaan we naar het voetbalnieuws. En degene die ons al langere tijd volgen, die weten dat als Sanne hier aan tafel zit, dat we dat doen met een speciaal minuutje. Sanne. Oh, gaan we nu al? Ja, ik dacht een relaxed stand. Snap ik. Ja, ik dacht, we gooien hem er gewoon gelijk even in. Nou, het past wel mooi eigenlijk bij het verhaal. Want het gaat natuurlijk over de speelsters in het buitenland. Natuurlijk. En ik volg die ook natuurlijk, net als Jessica. Maar Jessica, jij moet echt goed kijken. Ik kijk vaak naar de stand en of ze spelen en dat soort dingen. Maar daar maak ik dan een minuutje over. Ja, dat vinden we leuk. Dus, zodat we allemaal een beetje weten hoe het met de Oranje Leeuwinnen in het buitenland gaat. Ja, dus ik weet dat jij dit nog gewoon helemaal goed kan. Net als vorig seizoen.
Ja, ik moet zeggen, ik denk dat hij 1:20 is. Dus dat is alvast... Spoiler alert. Spoiler alert. Ja. En is er nog een soort riedeltje? Hebben we nog een muziekje voor Sanne? Ja! Ja, daar gaan we. We beginnen het minuutje in de Champions League, want hoe kan het ook anders? Het is de Champions League. Met ontiegelijk veel Nederlanders bij Wolfsburg die het ongelofelijke mogelijk maakten. Winnen van Barça met 2-0. Helaas was het niet genoeg om de 5-1 van de week daarvoor weg te poetsen, waardoor het onmogelijke niet mogelijk werd. Maar winnen van Barça, dat was letterlijk nog niemand dit jaar gelukt. Helaas was Lieke weer geblesseerd en dus laat in de comments even een steunbetuiging achter, want dat kan haar waarschijnlijk wel een hart onder de riem steken. Barça is trouwens al kampioen sinds 13 maart. Ze waren al kampioen voordat de eerste tulp in Nederland uit was. Atletico staat in Spanje op de derde. De plaatsenploeg van Dongen die scoorde won gisteren met 5-0 en doet goede zaken op weg naar een ticket voor de Champions League. In Engeland is het net Nederland, want ook daar is de ontknoping om je vingers bij af te likken. Miedema ram er even 2 goaltjes in en won met 7-0 en hijgt in de nek van Chelsea. Voor de ontknoping in Engeland aanstaande zondag 8 mei om 1 uur begint die laatste speelronde. Chelsea hoeft alleen maar even te winnen, maar dat moet ze dan wel doen tegen de nummer 3, Manchester United, van natuurlijk Shaki Groene. Nog even over Wolfsburg. Zij staan eerste en dat is de pain in the ass van het Bayern van Beresteyn. Zij kan alleen maar hopen dat Jill nog ergens een eigen goal scoort. Houden nog 1 grote competitie over. De Fransen van Snoeys. Haar Bordeaux staat 5e. Maar de doekjes in Frankrijk worden toch echt uitgedeeld door, hoe kan het ook anders, PSG en Lyon. Magnifiek. Nou, jongens. Nou, nu de quiz. Wie weet nog. Wat was je derde woord? Nee, ja, superleuk weer. Laten we dan toch nog even doorpakken op die Champions League. Inderdaad, Wolfsburg die won dus. Giroud scoorde weer. Maar ja, als we kijken naar de finale. Barça tegen Olympique Lyon. Ja. Ja, in de finale kan altijd alles zeggen, hè? Maar ja, Barcelona is ongekend. Ik denk dat, ja, als je van Barça wil winnen, dan moet er wel echt iets heel geks gebeuren. Maar ja, het kan wel, dat weten we dus sinds dit weekend. Dat is wel weer leuk. Het kan. Ik hoop dat Olympique goed gekeken heeft naar hoe Wolfsburg dat gedaan heeft. Ja, nou, Tommy Stroot die heeft wel, had natuurlijk wel wat pijndossiers na die 5-1, wat ook 10-1 had kunnen zijn. Dat echt een groot, elke steekbal kwam aan eigenlijk bij Barça in die eerste wedstrijd. Ja, dat lost het nu wel beter op. Dus misschien kan Olympique daar wat van leren. Het wordt ook de finale eigenlijk tussen... je noemde haar al, Lieke Martens en Danielle van der Donk. Maar beide geblesseerd. Jessica, je zei het al, we onderhouden contact met speelsters. Dit zijn twee speelsters die je eigenlijk altijd erbij wil hebben. Weet je hoe het met ze gaat? Ja, zeker. Die volgen we eigenlijk op de voet. En we hopen ook, we zijn eigenlijk wel heel positief gemutst, zeg maar, dat ze het gaan redden. Daar zetten we wel op in. Ja. En ik denk ook gewoon ontzettend belangrijk voor het team. Ja, is het zo dat dit soort speelsters, ook al zouden ze niet heel veel wedstrijdritme hebben, maar wel fit zijn, dat ze in principe erbij zitten omdat ze zo belangrijk zijn? Nou ja, dat zijn absoluut wel scenario's waar je over nadenkt. Van, hè, wat voor rol speelt zo'n speelster nog meer binnen zo'n team? En dat is gewoon ontzettend groot. Daan is gewoon is echt een teamplayer, een verbindelaar. En ja, we hebben gewoon best wel wat nieuwe speelsters. Dus je wil wel dat soort meiden er heel graag bij. Ja, en Lieke Martens, want die kreeg eigenlijk een blessure erbovenop. Is dat ernstiger of is dat een beetje gelijk? Zodat van nou, over een paar weken dan moet ze er wel weer zijn? Ja, daar gaan we wel vanuit. Kijk, ze had er nu moeten zijn en het is nu een beetje een ongelukkige situatie. Dat ze eigenlijk weer na een blessure weer geblesseerd raakt. Ja, het is een beetje ongelukkig, maar die gaat er wel weer zijn. Daar hopen we op. Dit zijn goede berichten, Jessica. Dankjewel. Mm-hmm. Laten we het gaan hebben over onze eigen Eredivisie. De uitslagen van afgelopen weekend. Op vrijdag won PSV uit van PEC met 2-0. Ajax won met dezelfde cijfers in en tegen Heerenveen. In Enschede speelde tegelijkertijd ook titelhouder FC Twente. En dat rolde VV Alkmaar met 7-0 op. De zondagwedstrijd tussen Feyenoord en ADO Den Haag eindigde immer liefst 0-5 voor de Hagenezen. Voor de stand betekent dit dat FC Twente met nog 3 speelrondes te gaan nog altijd bovenaan staat in de Eredivisie met maar liefst 51 punten. Ajax heeft 3 punten minder, maar ook een onoverbrugbare achterstand in doelsaldo. PSV volgt op 3e plek met 39 punten, dan Feyenoord met 35 punten. Nu op de voet gevolgd door de nummer 5 ADO met 2 punten minder. Op plek 6 staat PEC met 27 punten. Op de 7e plek staat VV Alkmaar met 16 punten. Heerenveen staat 8e met 19 punten. En Excelsior houdt onderaan 9 punten. Afgelopen... 14. Wat zeg je? Heerenveen heeft 14. Dat zei ik? 19 per ongeluk. Zei ik 19? Dat zijn er inderdaad. Het staat ook 14. Ik weet niet waarom. Ik hoopte dat ze wat meer punten hadden blijkbaar. Ja. Maar dat was niet zo. 14 punten. Dankjewel, Sanne. Afgelopen vrijdag zaten de voetbalfans er klaar voor. Die wilden Ajax kijken. Die wilden Twente kijken. Maar het was helemaal niet te zien, hè? Nee. Zo zonde. Ja. Hoe kan dat nou?
Ik zal je heel erg zeggen dat ik niet precies het proces weet van hoe die wedstrijden nou gekozen worden. Ik weet in ieder geval dat ESPN aan de tafel zit en de KNVB. En wie nou uiteindelijk verantwoordelijk is voor het doorhakken van die knopen, dat weet ik niet precies. Maar dat zou je voor aanstaand weekend natuurlijk ook kunnen afvragen. Waarom niet ADO Twente wordt uitgezonden? Omdat dat is toch wel de wedstrijd waar iedereen het meest naar uitkijkt. Maar dat heeft te maken met planning en dat iedereen ook een keer aan de beurt moet zijn, geloof ik. Maar voordat ik allemaal dingen ga zeggen die niet waar zijn. Maar zoiets is ik het. Ik weet het echt niet precies, maar ik ben met je eens. Ja, af en toe kiezen we ook voor het grootste affiche. Als het dan Feyenoord ADO 4 tegen 5 is wel weer lekker, want anders is het nummer 1 tegen laatste of zo. Maar nee, ik ben met je eens dat er wel veel bij Twente en Ajax moeten blijven. Ja, zeker. Nou ja, beide ploegen maakten in ieder geval geen fout in de titelstrijd. Maar Twente, ik zei het al, won zo makkelijk, Lucie van VV Alkmaar. Was VV Alkmaar nou zo slecht of was Twente nou weer zo goed? Nou, ik denk dat het wel een combi van beide is. Het is wel een gegeven dat Twente onwijs makkelijk scoort dit seizoen. Die hebben niet voor niets een onwijs hoog doelsaldo. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik Alkmaar ook wel een beetje Eredivisie onwaardig vond voetballen afgelopen weekend. Ja, ze hadden ook een andere keepster dan normaal. Nicole Martens. Die zag er niet heel goed uit. Dat was een beetje sneu eigenlijk, vond ik het bijna. Ja, maar het is natuurlijk ook wel een beetje noodgedwongen met de EK onder 17. Twee keepers die dan... je daaraan aflevert. En zover ik weet heeft Nicole al tijden niet meer gekiept. Dus die zet je ook een soort van voor het blok van... we hebben niemand, dus ga maar. Ga maar tegen Twente. Ja, dus ik kan me voorstellen dat dat voor haar ook niet heel prettig is... om gelijk zo'n uitslag en zoveel te doen te krijgen. Maar goed, het was niet anders. Ja, Twente die vijzelt in ieder geval het toch al onoverbrugbare doelsaldo op. Door de zegen, dat wisten we eigenlijk al wel een beetje. Maar is Twente nu officieel ook verzekerd van die tweede plek? Dus officieel verzekerd van de voorronde Champions League. Sanne, vind jij ook dat zij daar inderdaad gewoon thuis horen? Ja, zeker. Als ik nu de ploeg natuurlijk die het meest overtuigd is... in mijn ogen nog steeds wel FC Twente. Maar ja, het is ook een beetje wat jij ook zei. De Eredivisie is gewoon nog... net te klein wat dat betreft, weet je wel. VV Alkmaar, dat moet twee keepers aan Nederlands elftal onder 17. We hebben het niet over jong Oranje, we hebben het niet over onder 19, we hebben over onder 17. En dan komt er dus een keeper op goal, dus die de derde keeper van Alkmaar is. En dan krijg je dus dit soort situaties. En dat is, dat is wel iets waar we als Eredivisie denk ik gewoon... Ook gewoon in ons achterhoofd moeten houden als je dan dit soort uitslagen ziet. Van dit is ook, hoort ook bij ons nog bij. Ja. En dat is gewoon zonde. Maar om nog even terug te komen. Ajax en Twente, ik vind dat ze elkaar niet heel erg ontlopen, hoor. Dit seizoen. Dus je ziet het ook in de ranglijst. Ik vind ze allebei ook wel Champions League waardig. Nou, dat zijn ze dus nu ook bij deze. Ja, beide. Maar ik zou echt niet weten wie er gaat winnen, hoor. Jessica, we hebben het hier inderdaad over soms nog niet helemaal het hoge niveau van de Eredivisie. Je zei het al, jullie bekijken in principe alle mogelijke speelsters. Hoe hou je dat dan in verhouding? Want zij krijgen de speelsters van Twente en Ajax krijgen minder tegenstand dan speelsters die in Duitsland of Engeland spelen. Dat is wel een interessante vraag. Want op zich denk ik wel, als je kijkt naar de leeftijden in de Eredivisie, is de Eredivisie wel een heel goed ontwikkelcompetitie voor jonge speelsters. En we zien natuurlijk ook heel vaak dat jonge talenten heel vroeg naar het buitenland gaan en dan daar gewoon niet meer spelen. Met veel concurrentie te maken hebben. Dus op zich wil ik de Eredivisie niet tekort doen. Want als jong talent kun je wel absoluut ontwikkelen. En dat je dan af en toe wedstrijden speelt tegen Alkmaar, Excelsior... die dan onvoldoende kwaliteit hebben, die zitten erbij. Maar je speelt ook tegen Twente, tegen Ajax, PSV. En dus ik denk op zich... we moeten de competitie niet tekort doen, denk ik. Als je kijkt naar de buitenlandse competities... dan zie je ook in Frankrijk dat het om 4-5 ploegen gaat. En dat is in Spanje zo en dat is ook in Duitsland zo. Dus ik denk dat we ons af en toe een beetje tekort doen... als we het hebben over de Eredivisie. Ja, dus het is voor jullie gewoon... je kijkt gewoon echt sec naar de speelster zelf. En dan als iemand er 4 inschiet tegen Excelsior... dan is dat mooi, maar dan kijk je meer naar het hele niveau... Ja, want het is natuurlijk ook... Ik bedoel, we hebben het ook zelf gezien met het nationale team. Als je tegen Cyprus... Het is natuurlijk best wel lastig om tegen mindere tegenstanders... het spel te blijven maken, om tempo te blijven spelen... en uiteindelijk ook doelpunten te maken. En dit soort wedstrijden kan ook helpen. Ja. Alleen je moet ze niet elke week hebben natuurlijk. Nee, precies. Dus daardoor vind jij het niveau is oké. Maar die mindere wedstrijden, die streep je een beetje weg. Ja, maar goed, het niveau moet wel omhoog uiteindelijk. Maar het is wel even de situatie waarin we nu zitten. En laten we hopen dat het de komende jaren zich meer gaat ontwikkelen.
Ja, Heerenveen die speelde dan tegen Ajax op zich. Ja, ik denk Ajax was ook, wilde ook wel weer doelpunten maken, maar lukte niet in volle overtuiging. Nee. 2-0. Slechts. Ja, maar. Ja, op zich, dat ook in het verlengde van wat Jessica zegt, dat is ook, dat vind ik helemaal geen onaardige uitslag. Ook omdat het dan. Ja. Al die 8-klappers en 7-klappers en 9-klappers, dat is dan inderdaad dat je denkt van poeh. En liever ga ik inderdaad toe naar een niveau van de Eredivisie waar je uiteindelijk gewoon ook Heerenveen uit 2-0 het lastig hebt. Of ook bij VV Alkmaar het lastig hebt. En dat is denk ik in mijn ogen is alle ontwikkeling moet in mijn ogen van onderen komen. Dus zeg maar, alles wat van onder beter wordt, daar heeft de bovenkant ook weer profijt van. Want je hebt helemaal gelijk, Jessica. Als jij Vicky Pelova bent en je speelt goed bij Ajax en je gaat een transfer maken, moet je zo goed nadenken. Waar ga je nou heen? Joelle Smits, weet je wel, topscorer in de Eredivisie, speelt niet bij Wolfsburg. Nee. Dus het is inderdaad waar. Als je bij Ajax met echt, dat team is hartstikke goed. FC Twente, dat team is hartstikke goed. Je traint op hoog niveau, want er zitten heel veel oranje leeuwinnen bij. Wat dat betreft is de Eredivisie echt helemaal geen verkeerde plek om te zitten. Alleen als je nou ook nog voor kan zorgen dat er wat meer kwaliteit van onderuit komt, weet je wel, dat die wedstrijden op een hoger niveau gespeeld worden, dan word ik dus wel blij van een 2-0 bij Heerenveen in plaats van een 7-1 bij Alkmaar. Ja. Je noemt Victoria Pelova. Dat is een speelster waar jij ook wel van gecharmeerd bent, toch, Jessica? wat heeft zij volgens jou? Ja, Victoria is gewoon een onwijs creatieve speelster. En waar ik haar heel goed in vind, is dat als je denkt van ik ga haar kort dekken, nou, dan heeft ze je tuk, want dan gebruikt ze je gewoon en draait ze van je weg. En als je haar te veel ruimte geeft, dan heeft ze ook fantastische paasjes en ook nog een goede dribbel. Dus ja, Vicky is gewoon, die heeft zich gewoon heel goed ontwikkeld. En bij onder 19 was het al een heel groot talent. En toen had ik de luxe dat we best wel heel veel talenten hadden in die leeftijdscategorie. Maar dan zie je gewoon dat zo'n speelster uiteindelijk gewoon zich uitmondt tot een kwaliteitsspeelster gewoon bij Ajax, maar ook voor het nationale team. Het lijkt ook wat beter nu met haar te gaan. Is daar een reden voor? Nou, kijk, jonge spelers die gaan natuurlijk, die komen allemaal een keer in de situatie dat je in een fase komt van ga ik 100% voor de topsport, hè? Waar ga ik zitten? En dan komen er meer, dan talent is dan niet meer voldoende. Dus dan gaat heel je levensstijl, alles wordt heel belangrijk om uiteindelijk zeg maar de top te gaan halen. En ik denk dat Vicky daar een heel groot voorbeeld is, hoe zij zeg maar zich heeft veranderd de afgelopen jaren ook in leefstijl. En ze gewoon topfit is nu. En dat is echt super om te zien. En dan zie je gewoon dat ze heel veel kwaliteit heeft. Ja, dat is mooi om te zien. En wellicht ook voor haar een plekje in de EK-selectie. Ook al kun je daar waarschijnlijk nog niet zoveel over zeggen. gaan we naar PEC Zwolle tegen PSV. Daar zaten 2420 toeschouwers op de tribune. Toch leuk voor een vrijdagavondje. Helaas voor het thuispubliek verloor PEC wel van PSV met 2-0. Wat viel jou op, Lucie? Nou ja, ik denk toch 2 doelpunten van Bos dan. Die hebben eigenlijk al een tijdje niet heel veel meer gezien. En die drukt dan toch de stempel op zo'n wedstrijd. Dus voor haar was het in ieder geval, en voor PSV natuurlijk ook, een hele goede avond. Ja, vorige week hadden we het hier over PSV. Die leek een beetje, het werd hier gezegd van, nou, misschien heeft PSV niet meer zoveel om voor te spelen. Dus ze zakken misschien een beetje in en denken het zal wel. Maar dat was volgens mij vrijdag niet heel erg het geval, toch? Nee, maar ik denk ook dat je altijd wel iets hebt om voor te spelen. Mocht dat niet de ranglijst zijn als individu, wil je jezelf ook ontwikkelen, wil je jezelf op de kaart zetten. Is dat voor een jeugdelftal, een nationaal team, ook voor volgend seizoen misschien al. Dus ik denk dat er altijd wel iets is om jezelf voor op te laden. En je wilt natuurlijk ook niet als een beetje uitgelachen worden uiteindelijk van die laatste wedstrijd heb je alleen maar verloren. Dat zo wil je een seizoen niet eindigen. Nee, precies. Dat deden ze goed. Iemand die ook goed speelde, Sari van Veenendaal. Goede wedstrijd gekiept. Ook fijn, want die is ook veel bekritiseerd. Hè? Hoe vind jij, Jessica, die heeft ook heel wat meegemaakt. En zo'n wedstrijd als vrijdag is dan ook alweer lekker, denk ik ook, voor de coaches om te zien dat ze toch alweer de niveau aan het halen is. Ja, maar ik denk, kijk, Sari heeft een mindere periode gehad. Alleen, ze heeft natuurlijk ook het onwijs goed gedaan, waardoor ze beste keeper van de wereld. Dus je krijgt ook gelijk een stempel en je komt onder de loep. En het is gewoon heel erg prettig dat zij gewoon nu ook weer hele goede dingen doet en laat zien. En kijk, maar Sari is ook gewoon niet alleen een goede keeper, maar ook gewoon een topmens. En die moet je er ook gewoon bij houden en bij hebben. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat Sari het best wel goed doet dit jaar. Vorig jaar zaten er wel echt wedstrijden bij dat ik dacht, oeh. Maar dit jaar is echt, want ik hoorde ook in de samenvatting
zeggen van dit jaar veel bekritiseerd. Maar volgens mij heeft ze gewoon een solide... Ik bedoel, ja, PSV staat derde. Maar natuurlijk heeft ze af en toe... Dat was een beetje op en af. Maar dat had misschien ook wel met het gewone team te maken. Ja, en elke keeper in het vrouwenvoetbal heeft af en toe haar momenten. Dat is nou eenmaal een gegeven. En ik moet zeggen dat als ik zou moeten kiezen... welke eerste keeper zou moeten zijn bij Nederlands Elftal, zou het volgens mij gewoon Sarah van Veenendaal moeten zijn. Volgens mij het is natuurlijk jammer dat de concurrentie iets meer... dat nu met Lise, het was wel super geweest. Die hadden elkaar ook weer naar een hoger plan kunnen tillen. Dus daar hoop je wel op. Maar goed, hetzelfde ben ik helemaal met je eens aan wat je zegt. Kijk, we leggen nu net best wel veel druk op de keepster van Alkmaar. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met alles wat er omheen gebeurt. En ja, dan sta je er ineens en dan krijg je al die doelpunten door. Ja, daar word je niet gelukkig van. Nee, ja. Zeker niet. Is natuurlijk, en keeper, ja, echt, ik blijf het zeggen. Weet je hoe ontiegelijk moeilijk dat is? Want het doel is net zo groot bij de mannen. Een vrouw heeft gewoon... Ik ben basketballer geweest, hè. We hebben gewoon minder sprongkracht. En al die doelpunten waar ook heel veel kritiek altijd op is van slechte keeper. Maar de lopjes. Het is, ja, ga er maar eens staan. Ja. Ik bedoel, jij bent 1,34 meter. Ja. Als ik er ga staan, dan ziet niet eens iemand mij staan. Nee, en dan, we zijn wel heel hard voor de keepers. En ik kan ook niet ontkennen dat ik dat niet ook wel eens geweest ben, natuurlijk. Ja. Maar het is gewoon echt een groot goal. Het is echt een heel groot goal, ja. Iemand die ook 5 keer de bal uit het net kon vissen afgelopen weekend was Sinta Weimar. Feyenoord bleef een slechte middag op Varkenoord tegen ADO. Het werd 5-0. Maar ADO zit wel in een hele goede flow. En je noemde het net al. Die zou nog wel eens, zeg maar, sleutelrol kunnen spelen in de kampioenstrijd. Ja, ik zou zeggen, kom allemaal naar Den Haag vrijdag. Want dit wordt wel de wedstrijd van het jaar als... Ja, oké, de wedstrijd van het jaar wordt natuurlijk Ajax Twente. Maar dan moet ADO wel eerst, of PSV, eerst het puntje afsnoepen bij Twente. Maar nee, dat wordt wel echt om je vingers bij af te likken. Want ze hebben inderdaad een goede flow. Dus ze staan als een huis. Ze hebben sinds 21 januari niet meer verloren. Nou ja, dat is best wel aardig. Af en toe nog een keer gelijk gespeeld. Maar gelijkspel aanstaande vrijdag zou voor Twente natuurlijk ook al route in het kampioensfeest gooien. Maar denk jij dan dat Ajax in principe niet meer gaat verliezen tot die laatste? Kijk, Ajax moet echt winnen of zo. Ik weet niet, toch mentaal gaat het toch zoiets van... wij hebben geen andere keuze dan dat we moeten winnen. FC Twente heeft dat natuurlijk in principe ook niet. Maar dat is toch wat spannender als je dan tegen ADO op zo'n vrijdagavond moet. Ik weet niet, ik heb toch het idee dat Ajax nog wel alles wint. En ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ja, maar het kan. Dat idee heb ik gewoon. Je was een beetje Ajax had, hè? Wat zeg je? Een beetje Ajax had. Nee, ik wil vooral, want dat is echt niet zo. Ik wil vooral echt heel erg dat het op die laatste wedstrijd aankomt. Ja, dat zou wel heel gaaf zijn. Dat zou echt fantastisch zijn. Muziek knikt ook. Ja. Maar denk jij dat dat ook zo gaat zijn? Ik vind het heel lastig dit seizoen. Ik moet zeggen, ik vind bijvoorbeeld Twente vind ik dit seizoen wel persoonlijk nog net 1 trede hoger dan Ajax qua niveau. Maar goed, ga het maar eens doen. Nog 3 wedstrijden. Misschien selecties voor het nationaal team in het achterhoofd. Er speelt van alles mee. Dus ga dat nog maar eens 3 wedstrijden opbrengen. Ja. Maar FC Twente is wel onverstoorbaar. Dat is wel voor ze te spreken. Zij zijn inderdaad wat stabieler. Ze hebben wel echt een team dat ze gewoon, wat er ook gebeurt... Ja, ze gaan gewoon lekker door. Ik vind Renate Jansen ook wel heel erg typische speelster. Renate Jansen, Maar gewoon zo onverstoorbaar. Ja, weet je wel, ze zijn zo nuchter en boeit ze gewoon niet. We moeten gewoon winnen. Ja, we kunnen al die media wel hoog en laag springen. Maar het zou me niet verbazen als zij er gewoon echt scheid aan hebben. En ligt de druk dan niet altijd toch meer bij Ajax misschien? Jij hebt bij Ajax gespeeld, Lucie. Is dat iets wat je dan meer voelt misschien dan bij een Twente of een PSV? Dat denk je, Ajax moet altijd op een of andere manier kampioen worden? Nou, ik vind PSV in het vrouwenvoetbal nog steeds een beetje het motto hebben van... als het zo is, dan is het goed. En bij Ajax moet je, zeg maar. Maar bij Ajax wordt het wel vanaf jongs af aan al ingedramd eigenlijk dat je kampioen hoort te worden. Maar goed, in het vrouwenvoetbal... Ajax en Twente, denk ik dat ze weinig voor elkaar onderdoen. En dat Twente natuurlijk ook nog meer landstitels heeft dan Ajax. Dus eigenlijk zou je dan zeggen dat de druk bij Twente ligt. Maar zo reageren ze niet echt. Nee, totaal niet. Misschien dat ze een beetje op kunnen voeren, maar ik denk het niet. Nee. Het gaat natuurlijk ook altijd een beetje om de hoogste budgetten, weet je wel. Dus Ajax heeft het hoogste budget, dus heel Nederland kijkt naar... dan moet je wel kampioen worden. Dus daar krijg je dan ook weer een druk van mee. En je bent Ajax, dus iedereen is altijd strenger voor Ajax. Ik weet ook niet waarom, maar het is zo. Laatste dingetje nog eventjes over Feyenoord-ADO. Er was een 4e official. En wat was het fijn dat die er was, hè, Sanne? Ja, oh mijn god. Ja, dat was wel... De scheidsrechter raakte geblesseerd. Ja. Ze waren net in de tweede helft. En
nou ja, ineens, ik weet ook niet wat hij nou had. Hij was gewoon, hij wandelde het veld af. En liep weg. Hij ging weg. Misschien, ja. Nou ja, had hij er geen, nou ja, hij was geblesseerd. Nee, hij bleef ook nog, hij werd vierde official. Dus ja, hij was niet official. Naar huis gegaan. Maar nee, maar hij had een zware eerste helft, want ik had veel eerder kaarten moeten geven en zo. Maar dat maakt allemaal niet uit. En gelukkig was er een vierde official. Heel jong jochie, dacht ik, maar... Hij deed het eigenlijk prima. Nou ja, een paar weken geleden was het Excelsior Zwolle, als ik het goed heb onthouden. En daar was dus geen vierde official. Ja. Dus dan had jij moeten fluiten. Maar dat hoefde gelukkig nu niet. Thank God. Dus hij was er. En daar waren we heel blij. Dus shout-out voor de vierde official die er wel was. Ja. En dan is het nu tijd voor de pure energie. Wie heb ik aan de lijnlijn? In het begin van het seizoen stuurden we een iPhone onze eredivisie in. En bijna iedere week wordt die wel opgenomen. Alleen vorige week eventjes niet. De laatste keer dat die werd opgenomen was het Danique van Ginkel van Heerenveen. Ze heeft gezegd dat ze hem heeft doorgegeven aan FC Twente. Dat hij in een materiaalhok is blijven liggen, de telefoon. Dus ik hoop dat hij ergens onderuit de ballentas is gekomen. En dat hij nu wordt opgenomen. Hij wordt opgenomen, Hallo! Door. Wieke kaptein. Hallo! Hallo, je bent gewoon lekker even buiten aan de wandel. Ben je aan het wandelen in je eentje of heb je iemand meegenomen? Mijn hond, die moet eruit. Gezellig. Wieke, goedemorgen, dat als eerste. Hoe ben je aan deze telefoon gekomen? Nou, die lag bij Twente en Minke die is naar mij toegekomen en heeft gevraagd of ik hem wil opnemen. Ja, ik zie dat het beeld even weer... Ik kijk heel eventjes naar de techniek. Ja, hallo. Daar ben je weer lekker aan het wandelen met de hond. Afgelopen weekend hadden jullie weer een zevenklapper te pakken, hè? Ja, zeker. Hebben jullie het gevoel dat jullie het gaan halen, het kampioenschap? Nou, dat weet je nooit, want we moeten nog drie belangrijke wedstrijden spelen. Dus eigenlijk is elke wedstrijd nu heel erg belangrijk en er kan nog van alles gebeuren. Dus het is nog spannend. De volgende wedstrijd gaat zijn tegen ADO. Dat werd al twee keer 4-4 dit seizoen. Dus ja, als het weer 4-4 wordt, dan wordt de competitie wel een stukje spannender. Ja, inderdaad. Dan wordt het nog wel spannend. Ik hoop het niet, maar... En we gaan er ook niet voor natuurlijk, maar Wat is het dan bij ADO Den Haag waardoor dat jullie angstgegner is, als jij het bij jezelf moet bedenken? Ben jij ook bang voor ADO? Nee, ik ben niet bang voor ADO, maar ja, ik weet het niet. Misschien zit het tussen onze oren, maar ik denk dat we dat gewoon achter ons moeten laten en de volle bak afgaan en dan moeten we kijken wat er gaat gebeuren. Ja, jij bent misschien wel de jongste speelster van de Eredivisie. Heb ik dat goed? Ja. Ja, en nu verbaast het me eigenlijk dat jij ergens ik weet niet waar, ergens lekker op de landerijen loopt. Want er is ook een EK gaande, onder 17. Ja, inderdaad. Ja, helaas. Twente wil me hier houden, aangezien we nog volop in de kampioenschap zijn. En dat is natuurlijk een heel groot compliment. Dat je hier mag blijven, dat je een waarde bent voor het team. Maar het is jammer dat je een eerste EK gaat missen natuurlijk, ja. Ja, dat wel. Maar ja, misschien ben je straks wel een sleutelrol in de ontknoping. En dan ben je misschien wel weer blij. Ja, daarom. Het was eigenlijk een duurste probleem. Ja, zeker. Wat had je zelf liever gewild? Ik weet het niet. Het EK lijkt me echt super vet om mee te maken, aangezien je dat nog nooit hebt meegemaakt. Dus dat zou ik echt heel graag meemaken. Maar je bent met het team al een jaar lang bezig om voor deze titel te gaan. Dus ik zou eigenlijk sowieso dan denk ik wel hier blijven. Want ja, je kan deze meiden natuurlijk ook niet in de steek laten. Ook al is een EK super vet. Ja, het scheelt dat je nog heel erg jong bent. Dus er komen veel toernooien aan. Wieke, wat we hier hebben is een bingo-rad. En als wij een speelster uit de Eredivisie aan de lijn hebben of in de studio, dan wordt er een balletje gedraaid. En dan mag Lucie wat mij betreft pas aan beginnen. En dan komt er een nummertje uit en dat correspondeert met een vraag. En die gaan we dan aan je stellen. Nummer 44. 44 is dat, Wieke. We gaan eens even kijken wat er op de lijst staat. Oh, wat is het smerigste dat je ooit op het veld hebt gedaan? Het smerigste? Ik denk dat tijdens mijn interland was, mijn eerste interland. Toen kreeg ik ook mijn eerste gele kaart. Toen
was een Duitse, moesten we tegen Duitsland. En toen waren ze op de counter. En toen maakte ik een sliding van achter. Op, niet echt op de bal. Dus het was wel een terecht gele kaart. Terecht geel, met een klein rood randje misschien. Ja. Wieke, hoe gaat jouw dag vandaag nog uitzien? Nou, ik ben nu aan het wandelen met mijn hond. En daarna ga ik naar huis. Ga ik me klaarmaken voor de training. En dan hebben we eerst veldtraining, dan krachttraining. En daarna ga ik naar huis. En dan ga ik wat leuks doen met mijn broers. Ook gezellig. Wieke, had je zelf eigenlijk verwacht... Ik weet niet of jij... Je hebt natuurlijk een bepaald plan als topsporter. Maar had je zelf eigenlijk al verwacht dat je dit jaar al zo door zou breken in de Eredivisie? Of gaat het zelfs voor jou ook wel een beetje snel? Ja, het ging natuurlijk echt in één keer heel snel. Want tijdens de Champions League moest ik ineens invallen. En toen kreeg ik daarna al heel snel mijn basisdebuut. Dus eigenlijk was het echt heel erg onverwacht. En ik had het ook nooit gedacht dat het zo snel ging. Maar het is echt zo vet wat je nu al mee mag maken op deze leeftijd. En je ontwikkelt je supergoed. Ik ontwikkel me nu supergoed hier bij Twente. En ik ben heel blij dat ik het bij Twente mag meemaken. Nou, dat snap ik. Heel mooi, Wieke. Dank je wel dat je onze telefoon wilde redden van de ondergang uit het materiaal. Hoppen jullie. Helemaal goed. De regels zijn duidelijk. Hij moet doorgegeven worden aan iemand van een andere club. Dus we hopen dat je dat kunt doen. Wellicht wordt iemand van ADO. En we willen heel veel succes wensen met de finale van deze Eredivisie. En over ongeveer 3 weken, dan weten we wie die schaal omhoog gaat houden. Ja, inderdaad. Spannend. Zeker. Dankjewel en nog een hele fijne dag, hè? Ja, hetzelfde. Jullie ook. Doei. Zo lief. Heel erg leuk. Leuk en lekker. En die hond bleef ook gewoon achter er gewoon zitten. Gewoon wachten van kijk van nou, zat even te kletsen. Goed opgevoed, die hond. Oranje Leeuwinnen. The Road to England. Update. Ja, nog 69 dagen en dan is het zover. Dan trapt het Nederlands elftal het EK voetbal af tegen Zweden. We hebben ons de afgelopen weken de hele tijd druk gemaakt over... zijn de vrouwen er klaar voor? Hoe staan we ervoor? Maar ja, aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan Jessica? Dus Jessica, dan maar gewoon gelijk de eerste vraag. Zijn ze er klaar voor? Nou ja, ik denk dat we in ieder geval hele mooie stappen hebben gemaakt. En we hebben natuurlijk veel wisselingen gehad nu. Ook binnen de staf, maar ook binnen het team. De bondscoach die natuurlijk in het begin van het seizoen nog niet volledig hier was... maar nu inmiddels sinds januari zeg maar gewoon het roer, aan het roer staat. Dus ja, het is af en toe een beetje lastig te zeggen... omdat het nog wel alle kanten op is gegaan. Maar ik heb onwijs veel vertrouwen in ook de nieuwe speelsters die nu zijn aangehaakt. En ook dat iedereen weer op tijd fit is... En dat we uiteindelijk nog voor hele lastige keuzes komen te staan. Dat is ook altijd, het hoort erbij, maar ook heel vervelend. Dat je altijd meiden weer teleur moet stellen. Maar dan heb ik eigenlijk heel veel vertrouwen in. Je noemt die beginperiode inderdaad. Toen was jij de enige, zeg maar, die er al was, die aan het roer stond. Hoe was die periode voor jou? Want jij kwam er ook bij. Dat was wel even wennen, lijkt me. Ja, nou, ik was gelukkig niet de enige. Ik had natuurlijk wel een ervaren staf om me heen... waar ik ontzettend goed mee kon klankborden. En we hebben het eigenlijk samen met elkaar... hebben de boel draaiende gehouden. Kijk, en ik zie het alleen maar als een hele mooie ervaring... dat ik er aan heb kunnen ruiken. Dat ik overal in betrokken ben geweest. En dus ook echt gewoon heb kunnen zien, zeg maar, wat het allemaal inhoudt. Ja. Mark Parsons, hoe is het om met hem te werken nu die er fulltime bij is? Ja, dat is toch wel bijzonder. Want het is natuurlijk een coach uit een andere cultuur. Hij is natuurlijk Engels, maar hij is wel echt Amerikaans, vind ik. In alles wat hij doet. Waarom merk je dat het meest? Met name in zeg maar, hè, dat alles is groot en fantastic en great. En dat heel altijd die... Over positieve reacties. Maar goed, het heeft ook wel weer, het brengt ook wel weer iets speciaals. Ook binnen de groep op trainingen. En dat is eerst wel wennen geweest. Want ik ben altijd, ik kom ook maar uit Twente. Dus ik doe maar gewoon rustig en normaal. Ja. dus ja, het brengt ook wel weer een hele andere kijk en een frisse wind. Ja, je zegt fantastic en great. Wordt het ook binnenkort fantastisch en geweldig? Hoe is het met zijn Nederlands? Ja, hij is deze week zit hij in Vught bij de nonnen. Kijk, volgens mij moet hij absoluut geen Nederlands willen leren in zo'n korte tijd. Volgens mij is hij druk genoeg.
Maar goed, hij wil het wel leren verstaan. En nou, dat zegt natuurlijk ook wel iets over hem als persoon. Dat hij toch wel graag de Nederlandse taal wil leren verstaan. Ja, dat denk ik ook wel goed. En vooral bepaalde termen. Ja, dan kan hij ook een keer meedoen met de Nederlandse humor. Dus dat is ook belangrijk, denk ik. Dat lijkt me ook heel belangrijk, inderdaad. Er zijn heel veel meiden die misschien meegaan en die nu een hoofdrol spelen in de ontknoping van de Eredivisie. Brengt veel druk met zich mee. Hoe vind jij dat de meesten daarmee omgaan? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar heel positief naar kijk. Want als je nu ook kijkt, zeg maar, naar de meiden die dus nu aangesloten zijn, die hebben natuurlijk allemaal wel ervaring op jeugd-EK's. Sommigen zelfs al een jeugd-WK. En dat helpt gewoon. En daarom is het volgens mij ook onwijs belangrijk dat je met de jeugd ook die EK's en WK's blijft spelen. Wieke kapitein. Die ervaring is gewoon ontzettend belangrijk. Al snap ik ook wel dat belangen van clubs ook heel belangrijk zijn natuurlijk binnen het voetbal en steeds belangrijker worden. Maar goed, voor die jonge meiden, die ervaring moet je gewoon hebben. Ja, je gaat mee naar het EK, maar je gaat ook daarna door naar het WK onder 20. Ja. Dat is in Costa Rica. Maar zou het kunnen zijn dat meiden beiden gaan doen? Kan dat? Het zou kunnen, maar gaan we niet doen. Want in belastingbelastbaarheid vind ik, als je nu de afgelopen jaren kijkt hoeveel speelsters hebben gespeeld, dan wel competitie, Champions League, internationaal. Moeten we ook zuinig zijn op speelsters en moeten we dat ook niet willen. Ja, voor jouzelf, je bent trainer geweest bij Heerenveen, maar je loopt volgens mij sinds 2015 ook al hier bij de KNVB rond, ja, in allerlei verschillende vormen, zeg maar. Wat zijn nou de verschillen tussen trainen zijn bij een club en voor een land, zeg maar, bij een bond? Heel groot verschil. Met name in, zeg maar, dat je bij een club, sta je elke dag op veld, ben je elke dag bezig met ontwikkeling, speelwijze, ontwikkeling van je team en ontwikkeling van de individu. Bij een nationaal team is het veel meer rondom. Je hebt maar één moment in de maand dat je die speelsters bij je hebt. Dus alles daaromheen, dus de contacten onderhouden, is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Speelsters zien binnen de club, wat leeft er bij een speelster, niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld. Daar moet je gewoon iets meer moeite van doen. En je hebt gewoon maar hele korte momenten om eigenlijk je team te ontwikkelen. En je moet gewoon gelijk top zijn. Dus je kunt niet ergens, ja, je werkt wel ergens naarto, maar het tijdsbestek is gewoon veel minder en korter. Je zei het daarnet ook al eventjes, maar jij hebt veel contact met die speelsters. Is dat een van jouw grootste taken misschien wel? Want als je met iedereen contact moet onderhouden, ben je er ook veel tijd aan kwijt. Ben jij een van de mensen naar wie ze het eerste toe gaan als er wat is, denk je? Dat weet ik niet. Ik hoop het altijd wel. Ik hoop altijd wel, zeg maar, dat speelsters zich gewoon bij mij durven te melden als er dingen zijn. Maar ook daarin is iedereen verschillend en kiest iedereen zeg maar zijn of haar aanspreekpunt waar ze prettig bij voelt. En kijk, ik heb dat heel erg, maar ik denk mijn collega Arvid is ook zo'n een beetje grote knuffelbeer. Daar hebben meiden ook gewoon een hele goede band mee. En voor ons is die rol natuurlijk wel iets belangrijker en misschien toegankelijker dan direct de bondscoach. Ja. Dat is gewoon zo. Natuurlijk. Dat is ook zo. En 24 juni, dan is de echt misschien wel de grootste krachtmeting die er aan zit te komen. Dan spelen jullie tegen Engeland van Sarine Wiegman. Is voor jou ook bijzonder. Je kent haar. Kijk je ook een beetje tegen haar op? Nou, kijk, Sarine heeft mij destijds van Heerenveen binnengehaald bij de KNVB. In de tijd dat zij coach was bij ADO, hadden wij als coaches al heel vaak contact. Hey, je hebt vorige week tegen Ajax gespeeld. Dus wij hielden elkaar altijd wel goed op de hoogte. Maar Sarina is natuurlijk gewoon, natuurlijk kijk ik daar tegenop. Ik speelde met haar op het middenveld met Vera Pauw in mijn rug. En ik kon vroeger zelf niet nadenken op het veld. Ik werd gewoon letterlijk gestuurd. Ja. En, dus dat zegt wel iets over haar ook. En zo heeft ze mij ook helpen ontwikkelen de afgelopen jaren bij de KNVB. En ook mogelijkheden gegeven om mee te kijken. En ook toen het moment kwam van coach betaald voetbal. Ik had me gelukkig net opgegeven, maar zij was de eerste die belde. Hey, Jess, je hebt je toch al wel ingeschreven?
Dus altijd wel even gewoon een duwtje geven van... kom op, je moet er nu gewoon voor gaan en we moeten door. We moeten meer vrouwen naar de top, ook op het coachvak. Ja, en dat steek je natuurlijk ook niet onder stoelen of banken. Want ja, je hoofdcoach worden is natuurlijk ook iets waar jij wat je wel ziet zitten. Zou het dan eerder Oranje Leeuwinnen zijn of eerder een grote club? Nou, dat is een goede vraag, want daar denk ik zelf ook wel eens over na. Kijk, ik zeg ook niet dat het niet weer een club zou kunnen zijn. En weet je, het komt zoals het komt, zeg ik altijd. En op dit moment ben ik ontzettend blij in de rol waarin ik nu zit. Ik denk ook de juiste stap voor mij geweest nu. Ik kan meekijken, ik kan alles zien, ik kan proeven, ruiken. En wat het uiteindelijk na die 2 jaar me gaat brengen, dat gaan we zien. Ja, nou hebben we natuurlijk nog een hele belangrijke vraag die ook Sanne denk ik op de lippen brandt. Gaat Merel van Dongen mee naar het EK? Nee, dat zou ik echt nooit vragen. Besproken. Nee, dat gaan we natuurlijk helemaal niet zeggen. Maar wanneer wordt die selectie bekend? Weet je dat ongeveer? Ja, dat weten jullie natuurlijk, maar mogen wij dat al weten? Ja, dat zal ergens eind mei zijn. Eind mei, dus ja. Het is na de ontknoping, dan weten we het. Precies, dus we willen er nog niet te veel druk op leggen op de kampioenswedstrijd. Maar ja, nee, weet je, hij gaat eraan komen. Ja, ja, daar zitten jullie sowieso natuurlijk met z'n allen te kijken. Ik hoop het wel. Ja. Ik probeer ook nog op vakantie te gaan even. Oh ja, dat is ook wel lekker voor je, denk ik. Dat is ook wel belangrijk, denk ik. Anders zitten die meiden... Dan hebben ze niet zoveel aan me. Nee, dat is niet waar. Nee, helemaal afgedragen. Tot slot, Jessica, waar kijk je nou straks het meeste naar uit? Ik kijk absoluut uit naar mijn eerste EK-ervaring met de vrouwen. Dat is natuurlijk het grootste, hoogste podium voor mij op dat moment. Maar ik heb ook onwijs veel zin in het WK Costa Rica onder 20. En daar voelt voor mij ook... Daar wil ik eigenlijk nog wel even wat recht zetten. Ja, ja. Je gaat bijna even naar Costa Rica, toch? Hoorde ik je net zeggen. Ja, woensdag vlieg ik naar Costa Rica met de teammanager om voor de loting. 5 mei is de loting. En dan gaan we daar nog even de velden bekijken. San José, de speelsteden, hotels, velden en dan weer terug. Dus de 9e zijn we terug. Ja. Dus even heen en weer naar... Even op en neer, alsof je niet druk genoeg bent. Nou ja, wel echt heel cool. En Jessica, super fijn dat je aan wilde schuiven. En bedankt voor dit inkijkje. Ja, jullie bedankt voor dat ik hier mocht zijn. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Vinden we echt alleen maar leuk. Volgende week weer. Volgende week weer. Nee, dan zit ze nog in Costa Rica. Of zit ze dan niet meer in Costa Rica? Nee, wel. In Costa Rica, ja. Nou, dan ga ik niet redden. Gaat niet lukken. Maar we gaan je natuurlijk volgen. En wij hopen natuurlijk op die titel. Allemaal. Dat is het enige waar we op hopen. Ja. Maar dat gaan we allemaal lekker zien. Het hele seizoen zijn wij op zoek naar de allerleukste amateurclub... om als meisje of dame bij te voetballen. En afgelopen week kwam de shortlist van 5 clubs online. Er is al ontzettend veel gestemd... maar je kunt nog steeds stemmen op je favoriete club. We kunnen in ieder geval laten zien... wat de winnaar gaat krijgen. Welke award het gaat worden. Dat is namelijk deze award... Het is een shirtje, helemaal vormgegeven volgens mij door een 3D-printer. Staat IEG Leukste Club Award op. En ja, volgens mij staat hij hartstikke goed in de prijzenkast bij welke club dan ook. Er staat nog geen naam op, dus stemmen kan nog steeds. Volg onze social media kanalen en kom erachter welke club de leukste club van Nederland wordt. Ik zou dat shirt niet passen hoor. Nee. Dat is getraind, hè? Ik wou het zeggen had op, maar ik denk... Ja, nee, mij past het wel. Die tijd heb ik ook dingetje. Gehad. Ja, jou past het denk ik. Zo'n awardje. Een soort miniaturen. Ja, een soort miniaturen clubje of shirtje is het. Nou, die award geven we dus niet weg, maar we geven wel het Telstar shirt weg. Wat Marielle Worm vorige week heeft meegenomen. Dat shirt gaat naar Mandy Oosthoek, die wil het shirt heel graag winnen... omdat ze Telstar in de Eredivisie enorm mist. Deze week geven we weg aan jou de eer, Jessica. Het shirt van de Oranje Leeuwinnen, gesigneerd. Ja. Dit is echt... Hou jij hem even omhoog, want dit heb jij geregeld. Dit is echt fantastisch. Ja, we staan er echt allemaal nog op. Dus dit is echt heel tof. Ik ga meedoen. Ja, we gaan gewoon... ik zie hier inderdaad handtekening Merel van Dongen. Ik zie Loes Geurts. Kieke van zijn S. niet te ontcijferen. Ja. Kieke van S, herken jij? Ja. Ja, dat is echt heel tof. Dit is maatje, maakt eigenlijk niks uit welke maat het is. Het is een fantastische prijs. Een emmetje. Ja, dit is echt cool. Dit wil je echt absoluut hebben. Volg onze social media kanalen. En dan kom je erachter hoe jij dit shirt kunt bemachtigen. We gaan stemmen op de allerbeste speelster van afgelopen speelronde. En dan begin ik bij Lucie.
Kirsten van de Westering. Van ADO. Mooie stem. Eerst naar Jessica. Jessica, je mag stemmen op de beste speelster. Ik weet dat deze vraag komt en toch word ik er overvallen. Elke keer word je overvallen. Ik gaf Sari van Veenendaal. Nou, die was heel snel, Sanne. Dus dan, jij... Oh, god. Ja. Dan ga ik ook voor Kirsten van de Westering. Toen is er een voor Kirsten van de Westering. Eentje voor Sari van Veenendaal. We schrijven ze op. Want 3 speelrondes. En dan weten we ook wie de beste speelster van dit seizoen wordt. Volgende week dan zijn we er weer. En dan zijn hier onder andere Daphne Koster en Lucienne Rijgaard te gast. Dankjewel dat je erbij was. En tot volgende week.